En voordat het over het schaatsen zelf hebben en hoe jij naar beneden gaat. Want je ziet maar 10%. Ja, inderdaad. En dat is met je welk oog is dat? Rechts. En je linkeroog? Zit nul. 0%. Dus hoe zie jij mij nu dan? Een zwarte vlek. Zo kan je het zeggen. Ja, toch? Weet je, contrast is heel belangrijk. Dus het eerste wat opvalt is je stropdas en je witte blouse. Okay. En daaraan zal ik je ook herkennen. Zou jij je stropdas en je witte blouse spontaan ineens iets anders aantrekken? Zou ik zo langs je lopen, zou ik je eigenlijk niet zo goed merken. Zou je me niet herkennen? Nee, dus dat is de kleding is heel belangrijk daarin. Want je was 13, toen wilde je een vuurwerkbom maken. Dat ging mis, waardoor je uiteindelijk niet meer kon zien of weinig kon zien. Het kwam wel weer terug, dat zicht. Je had zelfs 50% op een gegeven moment. Exact, tegen alle verwachtingen in. Want ik ben toen een half jaar volledig blind geweest. En ze hebben ook, de artsen hebben ook vermeld dat ik nooit meer zou zien. Maar tegen alle verwachtingen in, na een half jaar kwam er weer een beetje licht doorheen. En dat is gestegen in de 2 jaar volgend tot een 20% en een 50%. En daar is het 9 jaar constant op gebleven. Ja, het is teruggekomen. En nu is het weer afgenomen, ja. 10%. Ja. Is het stabiel, 10%? Nu, sinds een anderhalf jaar, is het 10% weer stabiel. Maar kijk, want dit is wat jij ziet. Kijk, normaal kijk je hiernaar, maar nu wordt het een beetje geblurred. Jij ziet het niet, maar we hebben de beelden waarbij je de beelden laat. Dus het is heel vaag allemaal. Het is contouren inderdaad. Ja, contrast heel belangrijk. Contrast is belangrijk. En je hebt ook zelfs een bril meegenomen. Ja. Waarbij ik kan zien wat jij ziet. Ja, die is echt zeer nauwkeurig. Dus ik ben benieuwd. Ja, de mensen thuis zien natuurlijk niet, maar ik ga het proberen. En niet spieken, want je kan er een beetje mee spieken. Oh ja. Ja, ik zie wel dat er een... Jij ziet dus dat er een cameraman staat, maar je ziet niet dat hij een bril op heeft, hè? Oh nee, dat had ik niet door. Ja. Hij is heel knap, is hij. Voor mij is iedereen knapper, want rimpeltjes... Maar dat is een voordeel. Pukkels, al die oneffenheden, die zie ik sowieso niet. Maar ik zie... Ik zie wel jouw ogen. Een beetje. Een beetje. Ja. Maar hoe kan jij met... Ik zal me niet het kadaverbeeld uitdoen. Maar hoe kan jij met dit zicht dan naar beneden schaatsen? Met 60 kilometer per uur, ja, met 3 of 4 man in de baan. Grotendeels wordt het op gevoel overgenomen. Dat is de eerste keer. Ik ga sowieso niet de baan op voordat ik hem mentaal helemaal 100% in mijn hoofd heb. Je verkent de baan? Ja, ik loop er 100 keer naast omdat ik van dichtbij te zien. Dus noods voelen met mijn voeten overheen. Als ik er voor de eerste keer op ga, dan ga ik als een slak naar beneden, remmend, om te ervaren hoe het voelt. En stapje voor stapje kan ik het sneller aanpakken. En dan heb je een mindmap in je hoofd en muscle memory in je benen. En ik weet niet, ik denk dat ik in de afgelopen 10 jaar ook een bepaald soort skill heb ontwikkeld, waarbij ik dus gewoon dit kan toepassen in de sport. En ook in het verkeer. Ik fiets nog. Je fietst? Ja, ik fiets. En dat is wel heel belangrijk voor mij ook. Ik ga niet een fiets op als ik niet aan mezelf kan beargumenteren. Dat ik niet kan anticiperen op als er een kindje van 5 bijvoorbeeld ineens spontaan voor de fiets springt. Want dat doen ze. Alleen als ik dat niet voor mezelf kan beargumenteren dat ik daarop kan anticiperen, dan stap ik ook niet de fiets op. Maar ik kan het nog. En hoe, ja. Wat is het lastigste van 10% zien? Want dat je dit durft en kan en ook nog eens gekwalificeerd bent. Want niet iedereen is gekwalificeerd. Je bent gekwalificeerd voor de WK, toch? Ja, inderdaad. Morgenochtend vlieg ik naar Amerika toe. Maar even serieus. Maar wat is dan wel een beperking? Of moet ik dat niet vragen? Ja, het is in de bar. Vrienden soms herken ik gewoon niet. Soms dan sla ik mijn arm om iemand anders heen die ook, het gewoon niet... Ook wel handig soms. Soms wel, hey. Inderdaad. Kijk, ja. Je kan er soms een beetje gebruik van maken. Verder ook als ik een boodschappen ga doen, dingen herkennen. Als ik een boodschappenlijstje meekrijg, dan ben ik er 3 uur bezig om het te halen. Ik heb altijd vaste producten en ik ga altijd naar een vaste winkel en dan weet ik precies waar het ligt. Dus op die manier heb je trucjes voor allerlei dingen die, om te doen. Maar als ik boodschappen doe voor iemand anders, dan mij niet gezien. Doe je het licht 's avonds aan in huis? 'S avonds? Ja. Ik hou wel van een beetje een romantisch sfeertje. Dus ik heb altijd een beetje low lights. Niet echt fel, nee. Mm. En als je nu naar je kwaliteit kijkt als schaatser zo bij deze Red Bull baan, wat je gewoon naar beneden ziet storten. Ja. Ik zeg 60 km per uur, soms gaat het harder. Ja. Is het niet gevaarlijk als je het niet ziet? Want dit is niet een kindje die oversteekt, maar dit is gewoon echt gewoon full force. Exact. Voor mij absoluut niet. Het is, ik ga hier heel serieus mee om, ook met alles met betrekking op mijn ogen. En zoals ik al zei, stapje voor stapje bouw ik het heel erg op. Het zit voor mij, ik schaats ook al heel mijn leven, ik skate al heel mijn leven. IJshockeyer was je, hè, altijd? Ja, ijshockeyer. Nu nog steeds dat ik de kids training geef, vind ik fantastisch om te doen. En ik bouw het heel rustig op. En het ligt, ik ga niet ver boven mijn kunnen. Ik neem niet veel risico. Dat zie je wel bij de jongere jongens in de sport die net nieuw zijn, de rookies. Die voelen druk, want er staat 100.000 man naast de track. Je komt op tv, je hebt sponsorships misschien. Dus ja, daar voel je heel veel druk en die willen dan
ver boven kunnen presteren. En ja, kijk, daar gaat het mis. En ik weet me heel goed te behouden en ik weet heel goed wat ik kan en hoe ik daar moet, op in moet spelen.